Goedemorgen. Hoe gaan we heen? Michel. Oh, hey, was te gek. We staan bij een BP. We gaan praten bij BP om te kijken of we in tankstations kunnen. Maar de vraag is meer wanneer en of we dat überhaupt willen. We doen alles nog online op onze eigen website en dat bevalt goed. Maar ja, neem niet weg dat uiteindelijk zou ik wel heel graag in de tankstations willen. Met name ook omdat we heel veel feedback krijgen van vrachtwagenchauffeurs, autorijders, mensen die op vakantie gaan, die First Energy Gum willen kopen. Omdat je ook alert blijft tijdens het autorijden. Dus als we daar ook in kunnen komen en zodoende mensen kunnen helpen met een energieboost zonder de suikers of wat dan ook, gaat mooi zijn. Handjes mee. Dus. Ja, mega interessant. Leuke inkoop. Heel leuk, heel enthousiast. Mooie kans om een mooi merk te activeren bij alle BP-stations in Nederland. Of ja. Een mooie stack binnen de BP met een mooie promotieactie. Ja, dat is wel heel cool. De vraag is, wanneer gaan we er iets mee doen? Proef allemaal weer full voor discussie. Ja, laten we dat op het kantoor voeren. Ja, laten we dat maar doen, ja. Kom naar kantoor, maandagochtend. Here we go. BP, Wim en Michael gaan nadenken over materiaal, displays, noem het allemaal maar op. Dan, hoe ziet jouw agenda eruit? Ik ga nog naar het sportgala. Wil je mee? Ja, ik wil best mee, ja. Maar mag jij filmen? Dan hou je toch nog een camera, man. Met een paar wodka's in mijn hand lukt dat prima. Je moet even een smokingtje aanpassen. Past degene nog die jij hebt liggen? Nee. Hallo. Hi, Madeleine. Ik smoke het ook nog gewoon. Ik ga een mooie James Bond mee maken. Yes. Nou, die is wel vet. Lekker groot. We gaan meten. Zo. Ik ben gewoon uit mijn broek geschud. Een klein beetje laten aanpassen. Iets strakker. Nog iets strakker. Zodat je die taille mooi kan zien. Ja, en de atletische bouw. En de atletische bouw. Michael, hoor je nog een keer? Atletische bouw. Moet je eens voorstellen straks. Dan loop ik op de sportgala. Naast Mark. Maar dan kijk ze allemaal naar mij. Ik zie je bij het sportgala, jongen. Ik ben benieuwd hoe je eruit ziet. Ja. Hey. Top. Mark, eat your heart out. Ik ga op naar Raymond Sluiter, want ik ben benieuwd hoe hij zijn leven heeft opgepakt als coach. Hij heeft Kiki Bertens geholpen naar een top 10 klassering. Hij zal zeggen dat Kiki Bertens dat ook voornamelijk zelf heeft gedaan. En dat is natuurlijk ook zo, maar hij speelt daar toch wel een belangrijke rol in. En hoe heeft hij dat gedaan? Ik wil zijn verhaal horen. Ah, kijk, de coach. En je bent nu hard in training voor Australië, hè? Ja, eigenlijk is de laatste week training. We hebben 5 weken daar op zitten. Zeg je ervan, coach? Alles loopt op rolletjes? Ja, ja. Ik kan niet anders zeggen. Maandag weg. Voor de kerst. Oh, dus je viert kerst in Australië? Nou, erg genoeg. Lekker kerstdiner. Kerstdiner bij de KLM. Kiki Bertens in trainen met jou. Echt waanzinnig om te zien. Het gaat zo hard, het is zo explosief. Dat is echt topsport, jongens. Daar hebben we het over gehad. Ik zou zeggen, luister de podcast terug. Echt een heel mooi gesprek. Echt super gave inzichten. Het gaat over ontwikkeling. Het gaat natuurlijk over wat Raymond heeft meegemaakt met Kiki Bertens. Maar ook in zijn eigen leven als coach, wat hem typeert als coach. Nu naar de coach van het jaar, hè? Ja, ja. Ben je de smoking klaar? Ja, die ligt ook. Ja, ik kom ook even langs. Dus ja. Misschien zien we elkaar daar. Doen we daar nog even een biertje. Ja, is helemaal goed. Nou, schiet eens op, joh. Ja, kijk hem even shine, hè? We gaan maar, Markie. Pak je aan. Heb je gezien dit, Thai? Driven by positive energy. Let's go! Blauwe sok is dan weer een beetje jammer, man. Of heb je een blauwe sok? Ja, het ziet geen ontzettend gek. Hey, maar kijk eventjes. Kijk. Hey, het ziet er niet gek uit. Er is wel een hoop mooie vrouwelijke sporters. Nou, ik ken ze niet bij naam, maar straks wel, hoor. Sportvrouw van het jaar 2018 is geworden Susanne Strobing. Ja, fijn. Sportman. Van het jaar 2018. Kjeld Nuis! Ja, zei ik ook. Toch weer die schaatsers, hè. Toch weer die schaatsers. Ik hoorde van mij. Ik vond het heel bijzonder en ik heb nu wel trek in een wodka's eigenlijk. Die wodka's, die werden wijntjes. Maar niet die avond. Wel later die week, tijdens het kerstdiner met ons team. Laten we proosten, jongens. Mooi 2018. En dat we nog succesvol mogen zijn in 2019. Op 2019, jongens. Woehoe! Woehoe! Ik ben trots op jullie. Ik ben thuis. En ik zet mijn camera nog één keer neer voor de laatste week 2018. Want ik ga even een week uit. Dat heb ik dit jaar nog niet gedaan, maar dat is echt nodig. Want het was een krankzinnig jaar, een waanzinnig jaar. De meeste tijd en energie
En geld heb ik in First Energy Gum gestoken. Omdat dat mij heel erg blij maakt. We hebben met een waanzinnig team snoeihard gewerkt. Dat is heel tof. Dat is een nieuw proces. En dat lijkt wel op het zijn van topsporter. Je wilt nieuwe dingen bereiken. Je wilt een merk groot maken, een idee groot maken. En dat vergt gewoon heel veel tijd en heel veel energie. En dan moet je risico's voor durven nemen. Ik kende mezelf als topsporter aardig. Ik heb mezelf als ondernemer ook beter leren kennen. Als je aan de juiste knoppen weet te draaien, als coach ook. En misschien ben je als ondernemer uiteindelijk misschien nog wel meer coach dan zelf de topsporter. Kun je hele mooie dingen bereiken. Samen, met een klein team, ergens vol voor gaan, met volle overtuiging. En dan kun je misschien wel meer dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Maar het leukste en het meest waardevolle is dat je iedere dag leert van alles wat je meemaakt in je leven. En dat ga je leren door jezelf maximaal uit te dagen. Dus ga die uitdaging aan voor 2019, wil ik zeggen. Ga ervoor. Neem risico. Denk groot, maar denk langer termijn. Heb een beetje geduld en dan gaat het allemaal goed komen. Veel succes!